Dames en heren, welkom en leuk dat u weer kijkt naar Deventer Vandaag. In deze editie besteden we aandacht aan de brandbrief van de Ulebelt, de overname van Roto Smeets en besteden we aandacht aan de beste coffeeshop van Deventer volgens de Jonge Democraten. Dit en meer in Deventer Vandaag. Lynn Haarman en Anas Tjata zijn uitgeroepen tot de beste voorlezers van Deventer. Dat werd afgelopen zaterdag bekendgemaakt in de Centrumbibliotheek. Zij zullen in het Holstohuis in Olst Deventer gaan vertegenwoordigen bij de regionale finale. Degene die hier wint gaat naar de Overijsselse finale en de winnaar daarvan gaat naar de landelijke finale op 17 mei in Amstelveen. Wij wensen Lynn en Anas alvast heel veel succes. Roto Smeets wordt overgenomen door Circle Printers. De overname heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid in Nederland, aldus een woordvoerder van Roto Smeets. De werkzaamheden van de bedrijven zullen hetzelfde blijven en daardoor zullen er geen gevolgen zijn voor de werknemers. De bedoeling van deze overname is om de positie van de beide bedrijven in de krimpende printmarkt te versterken. Hoeveel de overname Roto Smeets oplevert, is nog niet bekendgemaakt. ADO Den Haag supporters hebben afgelopen zaterdag voor onrust gezorgd op de Nico Bolkesteinlaan en de Henri Dunantlaan. De supporters zijn na afloop van de verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles het dak van de supportersbus opgeklommen. Mede door assistentie van de ME liep de situatie niet uit de hand. Op donderdag 9 februari is de techniekfabriek officieel geopend. Producten die de meeste van ons als onbruikbaar afval zouden beschouwen, blijken uitermate geschikt voor hergebruik. Tegels worden gemaakt van plastic bekers en fietssloten van zelfgeslagen touw. Wethouder Jan-Jaap Kolkman noemt de techniekfabriek het bedrijf van de toekomst. En als we hem mogen geloven, is het beste fietslot ter wereld bij de techniekfabriek te koop. Natuur- en Milieu-educatiecentrum en kinderboerderij De Ulebelt brengt in een brandbrief de gemeente op de hoogte van haar financiële situatie. Als er niets verandert, dreigt De Ulebelt over een paar jaar failliet te gaan. De Ulebelt heeft de gemeente verzocht om een deel van de bezuinigingen van de afgelopen jaren daarom terug te draaien. Het belangrijkste doel van deze brandbrief is dat wij aandacht vragen voor de situatie en dat wij aan de bel trekken voordat we door het ijs heen zakken. En als wij gewoon doorgaan zoals we nu ervoor staan en de situatie blijft onveranderd qua inkomsten, er wordt nog iets doorbezuinigd volgend jaar, dan gaan we heel langzaam zakken we door het ijs, komen in de rode cijfers terecht en kunnen we, eigenlijk hebben we dan onvoldoende vermogen ook om onze verdienmogelijkheden overeind te houden. En dat willen we eigenlijk zien te voorkomen. Na aanleiding van de brandbrief van de Ulebelt vraagt Deventer Belang zich af of er meer maatschappelijke organisaties zijn die door de jarenlange bezuinigingen in de problemen zijn gekomen. De partij heeft deze vraag voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Vanuit de gemeente zelf is er nog geen reactie gekomen op de brandbrief van de Ulebelt. De toekomst van de Ulebelt blijft dus voorlopig onzeker. De komende weken zal er hoogstwaarschijnlijk meer duidelijk worden over de toekomst van de Ulebelt. Coffeeshop Boels is uitgeroepen tot de beste coffeeshop van Deventer door de Jonge Democraten Overijssel van D66. De Jonge Democraten hebben alle coffeeshops van Deventer en Enschede getest om aandacht te vragen voor het reguleren en legaliseren van de teelt en verkoop van wiet. De coffeeshops werden getest aan de vooraf vastgestelde criteria, waaronder veiligheid, kennis van het personeel en rolstoelvriendelijkheid. Dat laatste punt gaf de doorslag om Coffeeshop Boels uit te roepen tot de beste coffeeshop van Deventer. Café Floors staat te koop. Het café is nu nog in handen van 24 bekende Deventenaren, maar het café maakt al jaren verlies, mede door de omliggende concurrentie op de Brink. Wanneer er geen potentiële koper wordt gevonden, blijft het café in handen van de Deventenaren. Café Floors wordt ook wel de huiskamer van Deventer genoemd en bestaat al sinds 1897. De 22-jarige Eefje Boons, die tot Deventer Sportvrouw van het Jaar werd gekroond, heeft afgelopen weekend brons gewonnen op het Nederlands kampioenschap.
Ze deed mee aan de 60 meter horden en haalde een tijd van 8 seconden en 22 honderdste. Genoeg voor plaatsing voor het EK in Servië was de tijd helaas niet. Maar toch is Bones tevreden met haar tijd. Haar uiteindelijke doel is het halen van het WK Outdoor in Londen, dat in augustus wordt gehouden. Dames en heren, tot zover Deventer vandaag. Voor meer informatie of actualiteiten kijk op deventerrtv.nl of volg ons via Facebook en Twitter. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Het was vandaag zonnig met hier en daar wat lichte bewolking. De temperatuur schommelde rond de 6 graden. De matige wind komt vanuit het noordoosten en vanavond en vannacht koelt het af tot net onder het vriespunt. Morgen wordt het een zonnige dag en het wordt dan ongeveer 7 graden. De wind komt vanuit het oosten en is zwak tot matig. In de avond en nacht koelt het natuurlijk weer af. Woensdag wordt het wederom een zonnige dag. In de ochtend is er kans op mist en overdag klimt de temperatuur naar zo'n 8 graden. De zwakke wind komt vanuit het zuiden en in de avond en nacht blijft het net boven het vriespunt.